Willy Blind, fantastische avond, jonge Ajax kampioen. Ja, natuurlijk is kampioen weer de eerste tijd prachtig. Dus, Dat na een seizoen dat heel slecht begon, hè? Ja, we begonnen matig, maar we hebben toen goed opgepakt. Dus we hebben veel wedstrijden gewonnen. En toch weinig tegendoelpunten vergeleken de rest. Dus ik denk dat we het goed hebben gedaan. Nou, ik heb al vooraf het een en ander verteld natuurlijk aan de spelers. Het is inderdaad wat Danny aangegeven heeft. Moet ik hier eens spelen? Dank op Abdul, gefeliciteerd met je kampioenschap. Geweldig, hè? Hoe voelt die schaal? Ja, het voelt heel heerlijk. Ja, het is echt mooi om met de jonge Ajax kampioen te worden. En, dat heb ik van het begin gedroomd toen ik naar Ajax kwam. En dat is gelukt, dus ik ben heel blij. Belangrijke eerste goal, hè? Ja, zeker weten. Het is mooi om zo'n doelpunt te maken in een kampioenswedstrijd. Dat is natuurlijk prachtig. En dan daarna tweede goal van Xavier Martina. En dan hoor je de fluit op de 90ste minuut. Dan Arie nog een paar fruit af, hè? En nu lekker feesten? Nu lekker feesten. Heerlijk. Zeker. Mooi moment voor jou. Na zoveel blessure leed, toch weer meedoen en een titel pakken. Ja, dit is mijn eerste hele wedstrijd in een jaar. En als je dan kampioen wordt, ja, is mooi. En nu een lekker feestje vieren? Ja, nu een lekker feestje vieren. Adrie Koster, van harte gefeliciteerd. Kampioen, dat is altijd mooi. Zeker na een seizoen dat heel slecht begon, hè? Ja, ik denk dat we het heel mooi afgesloten hebben. Ook voor ons als technische staf zijnde. Er zijn een aantal trainers die Ajax gaan verlaten. Dus hoe mooier afscheid kun je eigenlijk niet hebben met de kampioenschap. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat een aantal spelers een stap hebben gemaakt naar het eerste elftal. En nou is het aan de spelers die doorgestroomd zijn. Hoe ver gaan ze komen? Nou, dat hebben ze zelf in de hand. Dus in dat opzicht is dat ook de bedoeling eigenlijk. Hè. Het is ook een beloning voor een vrij constant seizoen en na dat slechte begin belangrijke wedstrijden gewonnen. Ja, in het begin dat is inderdaad zo, hebben we wat puntjes laten liggen. Maar daarna hebben we de draad redelijk goed opgepakt en hebben we vrij constant seizoen gedraaid. En hebben de concurrenten weer wat puntjes laten liggen en uiteindelijk word je toch kampioen. Dus dat is heel mooi. Ja, trainers die wagen zich meestal nooit in de kleedkamer na een kampioenschap, afgezien dan van hun mooie speech in het begin. Nou, het valt wel mee. Ik heb er niet zoveel moeite in, hoor. Mee om in de kleedkamer te zijn. Dus. Rustige groep. Hoe is het om met een titel afscheid te nemen van Ajax? Nou, ik heb dat al aangegeven. Dat is natuurlijk heel mooi. En dat is de eerste keer dat je als trainer kampioen wordt met een elftal. Dus dat is hartstikke leuk om op deze manier afscheid te nemen. Okay.